go, go, go! Let's do this. Hallo mensen, Dominique hier, welkom bij de tweede video van Minecraft Survival hier op Dutch Games 180. Voordat ik de opname ging starten ben ik opgeblazen door een creeper, dus daarom hebben we nu hier een krater. In de vorige video hebben we voor de basisdingetjes gezorgd. We hebben even snel een huisje gebouwd en we hebben nu een oven, een crafting table, een bed en een kist. In deze video gaan we op zoek naar kool, want anders kunnen we onze oven niet gebruiken. En we hebben natuurlijk ook gewoon fakkels nodig. Maar laten we eerst even kijken of we deze krater dicht kunnen maken. Zo. We komen dirt tekort. Hebben we nog dirt in de kist? Oh, kijk eens aan, 12 stuks. Die nemen we even mee. Komen we nog tekort natuurlijk. Ah joh, dan vullen we de rest wel op met cobblestone. Geen probleem. Zo, hoppa. Zo. Laten we eens eventjes gaan kijken. Misschien alweer eens eventjes wat dingen in de kist gaan droppen. Maar laten we nog even een paar... wat zijn dat? Jonge eik. Laten we die even planten. Zo. Even kijken. Laten we nog eventjes een extra pickaxe maken. Zo. Kijk, hebben we nu twee stenen pickaxen. En ja, ik hoop dat we nu echt kool tegen gaan komen. Want dat hebben we echt nodig. En laten we gelijk eventjes die vark slachten. Zo. Want ja, in principe, het is nu best lastig met mijnen, want we hebben natuurlijk geen fakkels. Dus we moeten nu in het donker gaan werken. Ik hoor ook hele aparte geluiden nu. Het zal een of andere beest wezen of zo. Ah, kijk eens aan, eindelijk. Laten we gelijk even fakkels gaan maken. Als het goed is krijgen we er nu 4. Kijk eens aan. Dat maakt het allemaal even een stuk makkelijker. En plus jullie zien ook gelijk wat meer in de video. Dan kunnen we dadelijk ook gelijk even wat fakkels in het huisje plaatsen. Zo.
Laten we gelijk even hier ook een fakkel plaatsen. Zo. Oh, kijk eens aan. Kijk, dit had ik niet gezien natuurlijk, omdat het zo donker is, dan zie je dit niet. Maar dit is gewoon een ruw koper wat hier zo is. Ja, ik weet niet wat je met koper kan doen in Minecraft. Oh, kijk, hier is nog meer. Dus dat nemen we dadelijk ook gelijk mee. Ik ga dat toch nog eventjes dadelijk even googelen. Wat je met ruw koper kan doen in Minecraft. Tja, in de loop der tijd zijn er zoveel nieuwe dingen bijgekomen. Gaan we eerst eventjes wat veilig in de kist gooien. Gooi ik 6 kool in de oven. Zo, 6 kool gaat de oven in. Zo. Even kijken, we hebben hout nodig. Zo hebben we nu 18 fakkels. We gooien wel gewoon 8 kool in de oven. Ik wou gewoon eerst 6 doen, maar maakt niet uit. Dan kunnen we even wat vlees gaan bakken. Want wat hebben we hier? Rauw schapenvlees. Rauwe carbonade. Nou, laten we dat lekker gaan bakken. Oké, dan gaan we weer verder met mijnen. Nou, het wordt bijna donker. Laten we maar even bij het huisje blijven. Nou, dan gaan we even eten. Oh nee, we hoeven nog niet te eten, joh. Nou, laten we even gaan slapen. Zo. Laten we eens eventjes wat fakkels gaan plaatsen, ook bij het huisje. Zo. Oh, is een jonge koe. Ik dacht al, wat hoor ik nou? Plaatsen we hier ook even een paar fakkels. En dan hoop ik dat de creepers en de zombies een beetje wegblijven. Zo. Oké, nou dan gaan we dat ruwe koper even meenemen. Zo. Kijk eens aan, we komen weer kool tegen. En we zijn level 5.
kijken, hoeveel kool hebben we nu? Oh, 27 stuks. Nou, deze pickaxe is bijna op. Nog even een fakkel plaatsen. Oh, we komen hier weer deur tegen. Yeah. En we komen weer ruw koper tegen. Wat is dit voor materiaal, joh? Wat is dat? Even kijken. Oh, graniet. Oké. Okay. Nou, hier is ook nog ruw koper. Nou, dan gaan we weer terug naar het huisje. We alles eventjes in de kist opbergen. Nou, we hebben nu in totaal 57 steenkool. We hebben bijna een hele stack ruw koper. Oké, mensen, dan is dit het einde van de tweede video van Minecraft Survival. Vind je dit nou een leuke video, laat even een blauw duimpje achter. En heb je nog niet geabonneerd op Dutch Games 180, abonneer op Dutch Games 180. En bedankt voor het kijken en de mazzel.